Goeiedag beste kijkers, welkom. 1-1-2-2 fancy, no screw, ratatata, mega fuss and bless you. 1-2-1-2 Nico, I'm all screw, can't hear come and send a money from the girl, please. 3-4-4-5-5-6-6, are you gonna catch it when not on my R66? Running for the rain and a snow cold blitz, piss back to go, if you get one, suck off. Oi, who's that more for your crew? Oi, who's that more for your crew? Oi, who's that more for your crew? Say what you wanna say, do what you do, like, uh-oh, where that more for your crew? Uh-oh, where that more for your crew? Uh-oh, where that more for your crew? When it is brand new, you're about to get slew. Ah, goedendag beste kijkers, van harte welkom. In deze video een productreview van een consumentenoplossing om zelf bier te brouwen, genaamd de Brew Barrel. Ik zal ze u even laten zien. Je kunt ook tegelijkertijd zien waar ik ze gekocht heb. 29,99 per stuk. Hier heb ik één Brew Barrel, geschikt voor het brouwen van pils. En nog een Brew Barrel, geschikt voor het brouwen van Pale Ale. IPA, die term zegt u misschien wel iets. India Pale Ale was het bier dat schepen mee ging naar de oost. Eens even kijken. Laten we beginnen met de pils. Wat hebben ze er dan bijgeleverd aan ingrediënten? Dat is één keer een fles gerstemoutextract, één fles natuurlijk aroma, één pakje gedroogde biergist, één leeg gistvat, één drukventiel, één handleiding, drie bierfiltjes. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het brouwen, we gaan kijken hoe het smaakt. De achterkant staat al dat het er ongefilterd uitkomt. Het wordt dus niet gefilterd. Dus we gaan eens even kijken. Het is wel leuk, denk ik, om uiteindelijk van de pilsvariant te gaan vergelijken met de smaak van twee ongefilterde pilsners die in de Nederlandse supermarkten te krijgen zijn. Dat is die van Brand, ongefilterd pilsner, en een Amstel, ongefilterd pilsner. En dan maar kijken, wat is lekkerder? Het biertje dat uit de fabriek komt, of toch degene die je zelf brouwt? Ik ben heel benieuwd. Nou, blijf erbij en u weet straks alles. Zelf brouwen, simpel klaar te maken, de beste ingrediënten, direct genieten vanuit het vaatje en ongefilterd zoals kan zijn. De Brew Barrel. Kijk even naar de ingrediënten van de Brew Barrel waar je pils mee kunt brouwen. Laten we hem dan eens openmaken. De doos met de Brew Barrel. Gistvat, hoe het noemen. En een doosje met de overige ingrediënten. Even kijken wat we daarin tegenkomen. Ah, de handleiding. Hop. Extract zou ik zeggen. Gist. Viltjes. Het ventiel.
En als laatste moutextract. Nou, op de doos staat vermeld dat je binnen 5 dagen bier zou moeten hebben. Dat is natuurlijk veel sneller dan bijvoorbeeld het reguliere brouwproces van een lager. Heineken vermeldt bijvoorbeeld op zijn blikjes dat ze bier 21 dagen laten lageren. Ik denk dat de tijdswinst hier met name geboekt wordt door moutextract. Dus mout in vloeibare vorm in plaats van de gerstemout. De mout die net uitgekomen is, die in regulier bier wordt gebruikt. We zijn even water aan het koken, want we hebben gekookt water nodig voor de brew barrel. Oké, even met de handleiding erbij. Er staat eerst eventjes wat je nodig hebt, of alles er is. Dan is de tweede stap de transparante deksel van de bovenzijde van het vat verwijderen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dan het moutextract uit het flesje in het brouwvat. Ruikt heel erg naar bier, naar een grosfabriek in Enschede, waar ik vlakbij woonde. Dat is allemaal in het vat zit. En wat in het vat zit, verzuurt niet. Lijkt een beetje een kleverige substantie te zijn. Moutextract loopt het vaatje in. Oké, het moutextract zit nu in het vaatje. Nou moet ik tot het onderste streepje met koud water vullen. Zo. En dan tot de bovenste streep warm water. Kokend. Dat gaat in het vat. Kijken, de volgende stap. Nou, het deksel moet er nu eventjes weer op. En ik moet 30 seconden schudden. Het deksel goed vasthouden. Schud alles eruit. Oké, de volgende stap. Dekseltje eraf. En nu het hoofd erbij. Dus dat in het kleine flesje. Oké, nu doen we de hop erbij. Volgende
volgende stap is een flesje van de moutextract. 5 keer helemaal vullen met water. En dat erbij doen. Nou, de brewbarrel zit nu vol met water. Flink een stuk zwaarder geworden. Hop zit erin. Gerstemaaltextract zit erin. Mijn gist hebben we nog niet gebruikt. Dus wellicht wordt dat de volgende stap. Ja. De volgende stap is een gist erbij. Er staat dan ook vermeld dat als je er nog andere smaken aan wilt toevoegen, dat dit het moment is om het te doen. Ja. Ik heb geen andere smaken, geen andere kruiden erbij. Dus ik wil de pils proeven zoals de mensen van Brew Barrel het bedoeld hebben. En later kunnen we natuurlijk zelf misschien nog eens iets brouwen met zelf gekozen instructies. Ingrediënten. Ja. Het gist zit er nu bij. De volgende stap is het vat af gaan sluiten met de pressure control valve. Instructies ook wel in het Nederlands, maar goed, we gaan even moeilijk. Hoeven niet meer te schudden. Nou, het drukventiel, zoals hij het Nederlands heet, zit er nu in. En nu moeten we hem 5 dagen laten staan bij kamertemperatuur. Daarna nog 2 dagen in de koelkast. Je mag hem ook wat langer laten staan nog. Korter mag niet. Dan zijn we heel benieuwd. Als we 7 dagen wachten. Hoe smaakt het bier dan? Hier is onze pils weer. We hebben het bier 6 dagen laten gisten. En wat zei de handleiding ook alweer over het gisten? Laat het brouwvat tenminste 5 dagen en liefst zonder het te bewegen bij kamertemperatuur staan. De gisting mag ook een paar dagen langer duren, maar in geen geval korter dan 5 dagen. Nou, 6 dagen dus. En wat gebeurt er dan in die 5 dagen? De eerste 5 dagen heeft de gist nodig om de suiker die de mout bevat in alcohol en koolzuur om te zetten. Ik heb al even aan het ventiel getrokken en je merkt dan gewoon dat er met een fluitend geluid wat er druk op staat op het vat. De volgende stap is het vat 2 dagen in de koelkast te zetten. Of eigenlijk tenminste 2 dagen. Eigenlijk net zoals met het gistingsproces, je kunt het iets oprekken. Maar het mag niet korter dan de aangegeven dagen. Waar dient die tijd in de koelkast dan voor? De tijd in de koelkast dient om het bier op natuurlijke wijze te zuiveren. De gist bezinkt op de bodem en het bier wordt lichter. Anders dan bij industrieel bier dat mechanisch wordt gefilterd, behoudt het bier in jouw brouwvat zijn natuurlijke troebelheid. Aldus de handleiding.
En tenslotte nog een tip. In ongeopende gekoelde staat is het bier meerdere weken houdbaar. Dan nog even de toelichting op het verschil in maakwijze tussen de Brew Barrel Pils en de ongefilterd pils van Amstel en de ongefilterd pils van Brand. Dat zit hem ten eerste in het moutextract dat gebruikt wordt in de Brew Barrel Pils. Het is zo dat de andere twee pilsners in de flesjes hier, die worden volgens het reguliere lagerproces gebrouwen. Dus dat betekent dat ze ontkiemende mout zelf gebruiken. En daar zit hem natuurlijk ook de tijdswinst. Zo claimt Heineken bijvoorbeeld dat ze hun bier 21 dagen laten lageren. Een ander verschil is dat de ongefilterde pilsners worden gepasteuriseerd, waarbij de gist natuurlijk doodgaat. De pils uit de Brew Barrel zal levend gist bevatten. En dat zorgt natuurlijk weer voor een kortere houdbaarheidsperiode voor de pils uit de Brew Barrel. Het grootste gemeenschappelijke kenmerk is natuurlijk dat het hier allemaal gaat om ongefilterde pilsners. Als je een pilsner niet filtert, dan zal hij wat troebeler zijn als je hem in het glas ziet. En de smaak is wat zachter dan bij een gefilterde pilsner. De pils heeft nu tenminste 5 dagen gegist. 6 om precies te zijn. En nu gaat de pils tenminste 2 dagen de koelkast in. Zo, de tijd zit erop. Nu komt het leukste onderdeel van de test. Het testen van de pilsner. Proeven en vergelijken. Nou, om de druk in het vaatje te verlichten, moeten we het rode ventiel optillen. De hulpdiensten staan paraat in de straat. De straat is afgezet. Dus kan er niks misgaan. Je verwacht natuurlijk wel dat er hierbij een sfeerverhogende feestelijke fluittoon vrij gaat komen, want anders ben ik natuurlijk teleurgesteld. Ik denk mijn assistent schrikt ervan. Nu is de druk van de ketel. Beter gezegd het vaatje. Dus nu kunnen we gaan tappen. Vervolgens afsluitventiel draaien en uittrekken. Natuurlijk wel een glas bij de hand hebben. Zo. En als ik nu draai, zou de bier uit moeten komen. Beetje morsen, niet erg. Zoals je ziet, veel schuim. Ik zie al dat het troebel is. Dat is leuk. Zoals de ongefilterde pilsners. Veel schuim. Dus ik kan het bier nog niet echt goed zien. Het ziet er mooi uit. Ik laat het dus van het einde nog even allemaal een close-up zien. Plak nu een beetje, niet erg. Flesjes, daar zijn die voor. Pierensap ingezeten. Leegmaken. En ik wil dus zo'n fles vullen met het bier. Ik draai steeds de verkeerde kant. Heel veel druk achter, vind ik.
Deels ziet er wel erg mooi uit. Maar het is natuurlijk leuk om te vergelijken met de ongefilterde pilsners van grote fabrieken. Brand. Schuimmanagement gaat een stuk beter met zo'n flesje. Nou, achter zetten zodat ik al weet wat dat is. De Amstel ongefilterd. Op het oog. Brand en Amstel vrijwel hetzelfde. Pils uit de brew barrel. Ietsje donkerder. Een mooiere ambachtelijke schuimkraag zou ik zeggen. In plaats van de fabriekschuimkraagjes. Al met al. Zien ze er toch alle drie, moet ik zeggen, dan zeer aantrekkelijk uit. Dus nu wordt het tijd om te proeven. Zo kunt u zelf de verschillen wat beter zien. Van rechts naar links de Amstel ongefilterd. De Brand ongefilterd. En twee glazen pils uit de brew barrel. Allemaal troebel. Ziet er lekker uit. Goed, dan eerst maar eens de Amstel proberen. Ik heb u al verteld over het brouwproces van de Amstel en de Brand. In feite dus hetzelfde bier als de reguliere Amstel. Alleen wordt die vanuit de lagertanks direct op fles gepasteuriseerd. Daardoor is het wel troebel. Er zit wat gist in, maar dat gist is dus eigenlijk al overleden. En dat is niet het geval bij de pilsjes van de Blue Barrel. Ja, ik proef duidelijk toch een Amstel. Wel wat zachter. Dat is ook wel een kenmerk van dit soort bier. De hoppige smaak aan het einde die komt wel goed tot z'n recht bij ongefilterd pilsner, vind ik. En dan de Brand. Wat ik dus als een gewoon pilsje een lekkerder biertje vind dan de Amstel. Nog steeds dat zachte karakter. Meer smaak dan de Amstel, vind ik. Toch wat bitterder. Lekkerder. En dan het Moment Suprême. Blue Barrel, Troubel Pils, ongefilterd. Zeer afwijkende smaak van de twee voorgaande pilsjes. Lekker. Het proeft eigenlijk meer als een soort dry hopping pils. Een vrij sterke hopsmaak. En ik heb ook het idee dat ik een paar tonen van een soort fruitsmaak ergens ver weg proef. Het is een lekker biertje.
Wat dat betreft is de Blue Barrel dus geen kat in de zak. Prijsverschil tussen een flesje dat je direct in de supermarkt koopt en dat je zelf brouwt is natuurlijk wel erg groot. Maar goed, je doet zo eigenlijk wel wat inzicht op. Het gaat om het brouwen van bier, ook al is het natuurlijk een simpele consumentenoplossing. Zie jezelf dus echt nog niet als een startende brouwerij. Wat ik nog wil gaan doen, is de IPA brouwen. Nou, mogelijk sla ik dan even wat stapjes over in het brouwproces. Ik verwacht dat het identiek is aan dat de pils. En ik denk dat het ook een keer leuk is om te proberen zelf wat ingrediënten bij elkaar te harken. En dan daar of een pilsje of een ander soort bier van te brouwen. Maar wel in de brew barrel. En om dan eigenlijk het recept met u te delen. Het heeft wel iets IPA-achtigs dit pilsje. En dat zit hem dan in wat ik al zei. Dat je toch aan het einde, hè, als je hem in je mond hebt liggen een tijdje, dan proef je best wel een bittere hopsmaak. En dat hebben de meeste pilsjes niet. Nog een keer een close-up. Want ik zie dat de schuimkraag bij de Amstel en de brand vrijwel verdwenen is. Bij de Brew Barrel is die eigenlijk nog mooi. Nou, op zo'n schuimkraag zeggen ze altijd, die moet altijd een beetje blijven plakken aan het glas. Dat doet hij in alle gevallen. Het meeste bij de Brew Barrel, tijdens de brand, bij de Amstel is dat het snelst weg. En Brew Barrel hier blijft nog lekker druppelen. Ik bedank u voor uw aandacht. Gelukkig nieuwjaar. Mooi jaar voor u 2018. En we zien elkaar weer op dit kanaal, hoop ik. Ozzy B. Nico. Dit is de Brew Barrel Pils. Brand ongefilterd. Amstel. Ongefilterd. Ozzy B. as well. Ozzy B. respected. What? Man, I blow that Rex. What? Anyone got blood Rex? So what if he do that Rex? What? A Nico with his gun, man. Man, got like a bare machine. Ace in a machine. Get me? Oi, who's that bully for me? Oi, who's that bully for me? Oi, who's that bully for me? The one around back, I just don't give it to me like, uh-oh, there's that bully for me. Uh-oh, there's that bully for me. Uh-oh, there's that bully for me. Drop it, girl, drop it, be neat. Hey, boy, what's the case? I got told by your face when you're in the wrong place, when you're in the wrong game, and your arms are lame, and you sound all the same. All I wanna do is make money and claim. Kelly wanna go on like a hot shot, when your man's a top shotter, and so what? Nowadays, now all he care, man, you got is a year, 2-1, anyone can get bottom of the hole this year. Yeah, man, man, off the limits this year. Wanna in the room, bare man, them a stare. Look at that boy, things in the top red. Nowadays, you know I don't really, really care. When I go, if I don't go, screw bread. Job bear, girl, job bear, I'm bare.